Zo, zijn we dan. Nou, zoals je ziet, wordt dit de keuken. Hier de achterkamer, met mooie tuindeuren naar de tuin. En aan deze kant de voorkamer. En de suite deuren die open en dicht kunnen. Hoe vind je die? Dit wordt nu een museumwoning straks. Waarom? Waarom? Nou, deze woning die is gebouwd door de Drachtse gemeentearchitect Kees Ries de Boer. En het bijzondere van deze woning is dat hij een kleurenschema heeft gekregen in 1921 door Theo van Doesburg. Maar zij zeggen, wie is nou Theo van Doesburg, hè? Nou, als ik zeg de stijl, dan gaat het je misschien een beetje klinken. Maar iedereen kent wel Mondriaan, Rietveld, hè, die mannen die gewerkt hebben met primaire kleuren, rechte lijnen, vierkanten en dergelijke. Nou, dat was van Doesburg ook. Alleen van Doesburg deed het niet op een schilderij, die deed het niet in een stoel, die deed het in een huis. Zodat de mensen in kunst konden wonen. Dit is de zijkant van de trap. Zoals je ziet is hij donkergroen. Maar we weten dat deze trap een heel andere kleur heeft gehad. Hij is namelijk blauw geweest. En hoe weet je hem dat? Nou kijk, er is al een klein beetje kleuronderzoek gedaan. En er zijn alle laagjes van de verflagen, die zijn er langzamerhand één voor één afgekrapt. En dan kun je zien dat het hier allemaal blauw is. Dus deze zijkant van deze trap is helemaal knalblauw geweest. Maar met alle respect, dit huis is echt het is een oud soortje. Hoe kun je hier ooit een mooi museumwenning van maken? Nou ja, alles wat ooit afgebroken is geweest, kun je natuurlijk weer opbouwen. En kun je weer reconstrueren. We weten hoe het was. Wij wonen hier een paar huizen verderop. Dus we kunnen wel eens even gaan kijken bij ons thuis hoe het er vroeger uit heeft gezien. Nou, hier zijn we weer. Nu niet in de toekomstige museumwoning, maar in onze woning. Hier zijn alle kleuren aangebracht. Niet alleen op de deuren en op de vloer, maar ook op het plafond. Tussen de balken zie je de primaire kleuren aangebracht. Zowel hier in de overloop als op alle slaapkamers. Dus als jij 's ochtends wakker wordt, dan doe je ogen open. En het eerste wat je ziet is een schilderij uit de stijlperiode. Nou, is dat nou niet mooi? Het mooie om hier te wijnen is dat deze kleuren wat mij betreft volledig in harmonie binnen en in balans. En dat maakt het dat het voor u altijd een, ik een thuiskom is vanuit diezelfde balans en diezelfde harmonie. Moest een heel iets beetje kunstgek wezen om in zo'n huis te wijnen? Je moet wel een beetje van moderne dingen houden, ja. Dat is wel handig. Maar nou is het moderne dingen, maar het is al heel oud. Het blijft modern. Het blijft zijn tijd ver vooruit. Dus in die zin woon je in een heel oud, modern huis. We wonen eigenlijk in kunst. Die geeft maar die pakketten maar mijn grauw en misschien is maar. Ja? Ik ga de biscuit uit de lijn. Hoeveel pakketten moeten er hier maken worden? Met hier dikke 40. Oké. Okay. Ik ben vorig jaar december ben ik ophouden met werken.
Dus ik ben aanmeld als vrijwilliger. En ik ben in januari ben begonnen als vrijwilliger. En hoe bevalt dat? Hartstikke mooi. Ja? Ja, 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 het is heel leuk werk. Ik wil voor de maatschappij weer waarom. We gaan praten krijgen, dus. Nee, ik ben waarom dan? Je zou hoeveel pakketjes? Een 40. 30, 40. Dus je moet even kijken naar de datum. Ja. Wil je dat maar hebben? Hoeveel pakketten wil je zou elke mannen maken? Tussen 900 en 150 ongeveer. Dat is nogal wat, hè? Ja, dat is een protte. Nou, meestal zwaar ik dat de riappels in wat er binnen, de riappels verpakt worden met, de grieten verpakt worden met, grote hoeveelheid, maar het is een kleine hoeveelheid. Ik zwaar je dat ik stiers en grauw al lever. Genoeg te doen? Ja. Ja. Je vervelen hem je niet? Nee, nooit. Nee? Nee. Is het wel leuk? Is hartstikke leuk. Ik heb allemaal heel happy, denk erom, hè? Ja, nee, maar geen probleem. Hè? Hier kom ik mooie mensen in contact, mensen die het moeilijk in de maatschappij hebben. Dus, ja, en ik vind wat dank in, is een verrijking voor mij. Ja, mensen in Bleed Rut, die bedanken je. Komen zelfs nog wel eens een keer dat ze ophouden met mooi gebak of spontaan en brengen ze wat. Ja, geweldig. Zie ik een lijst, ik heb een beleg klein. Kleine potjes. Ja, ik bedoel dat je van 40 euro per persoon in de winkel leven hebt. Zak en kleedgeld en eten. Dat is net volle. Maar vandaar dat. Nee, het is noodzakelijk. Ik bedoel voorlopig ook noodzakelijk. Ik denk dat het meer wordt zelfs. Pindersaus is altijd goed. Mooi sausje. In Hollenbroek. Nou komt Sinterklaas en Christroen. Is dat een drukke periode voor jou? Jawel, dan krijg je wat extra. En dan zit het je tot de hassen er vol? Of? Ja, dan heb je 1200 pakketten, wat ik klaar moet.